En tussen die banden en aan de waterkant. Lieve vrienden, kijk nou toch eens wat lief. Lieve vrienden, een hele, hele goede middag. Ja, het is vandaag alweer de 18 oktober en we leven op maandag. Waarom nou? Dat was skandaal. Maar in ieder geval, hoe laat leven? Oh ja, 2 uur. Ik ben een paar minuten voor 2 minuten, dus het is even nog voor rond 2 uur, zeg maar. Ik ga zo weer met de hondjes uit. Ik ben ook net maar uit bed, want ik kon vannacht helaas niet slapen. Ik lag me te woelen en te draaien en te doen. Hebben jullie dat ook wel eens? Dat jullie liggen te woelen en liggen te draaien en niet kunnen slapen terwijl je ook zo moe bent. Maar ja, gedane zaken nemen geen keer en dan val je pas om 1 uur of 7 in slaap. En dan word je weer wakker. Dan wil je naar beneden toe en dan kan je amper uit bed komen, want je rug doet zeer. En dan stap je toch eruit en ga je ook nog eens door je knie heen. Dus ja, dan gaat het helemaal in je rug. Dus ik ben met Rijka, die daar lag te brommen even, naar beneden geweest. Die is naar buiten geweest. Elwin bleef lekker liggen. En Rijka is even naar buiten geweest en ik naar de wc en toen zijn we weer naar boven gegaan. En ik ben weer in slaap gevallen. Ja, kan gebeuren. En oh, klim die weer op mijn schoot. Ja, die wilt eten, hè. Hey. Die wilt eten, hè, man. En die zijn ook een beetje gek aan het doen. Maar ik ga eerst deze jongeman even eten geven. Hé? Ja nou. Of niet dan? Ja. Ja. Knorrenpatje. Dus daarna ga ik met de meisjes lopen. En wat de dag ons verder gaat brengen, weet ik niet. Ik probeer er in ieder geval van te genieten met wat ik ga doen. Ik weet het echt nog niet. Maar in ieder geval, we gaan gewoon proberen daarvan te genieten met, ik weet het niet. Ja. Ja. Ja toch? Ja, gewoon genieten. Dus ja, geniet maar met ons mee, zou ik ze zeggen. Nou, zoals jullie zien, lieve vrienden, ben ik met de dames weer aan het lopen. Maar er is daar ook een meneer, die is met de banden bezig. Om dat ook natuurlijk weer netjes te maken. En tussen die banden en aan de waterkant, die andere banden waar de bootjes aan kunnen liggen, daar komt bestrating. Ja, dames, omhoog. Omhoog. Ja, klaar. Nou. Even rustig. Rust. Rijka ook. Dus ja, dat wordt. Hij heeft een of andere tang, want dat kan je natuurlijk nooit niet met de handen tillen. Dus dat doet hij met die tang. En dat moet langs dat rode lijntje. Ik denk dat jullie dat rode lijntje wel zien bewegen ook. Er is er eentje aan het graven hier en dat gek doen allebei. Kijk dan. Nou, dus we gaan zo meteen weer verder. Want deze dames die zijn uitbundig. Dus ja, dat dus. En dan klaar. Klaar nu. Hup, want de rollator die rijdt weg. Klaar nu. Dus ja, lieve vrienden, we gaan weer verder. Lieve vrienden, kijk nou toch eens wat lief. Hoe lief, hè? Ja, de stoel die is daar weg. En die heb ik verplaatst, want ik heb eventjes de meubels alvast veranderd. Tot op zekere hoogte. Er wordt nog wat veranderd, maar dat komt nog wel. Dat is nog niet zo dringend. Want daar waar de mand van Elwin nog staat, daar komt mijn kastje weer. Omdat ook mijn kerststal er weer op moet. Maar ik heb het gewoon weer zo staan.
Ja. Weer helemaal leuk en geweldig. En dus dat kastje wat daar in het hoekje staat, dat komt weer terug. Tenminste, ik denk van wel, ik weet het nog niet zeker. Ik moet eerst uitproberen of die plank die erop hoort, erop ken, qua breedte. Want het kastje moet aan deze kant een stukje op en dan de plank er weer op waar de kerststal dan op moet staan. En dan weet ik niet of het qua met de bank, qua ruimte, dat kan. Als dat al kan, dan blijft hij daar lekker staan. En dan gaat er gewoon weer één stoel terug. Ja, en dan komt daar uiteraard de kerstboom te staan. En dat ding wat Karin mooi heeft gemaakt voor mij. Die komt dan gewoon ook daarbij in dat hoekje te staan. En dan gaat de krantenbak gewoon voor de televisie. Ja hoor, dat komt allemaal wel goed, hè Rijke? Ja nou. Ja, meisje. Ja, ben jij zo lief dan? Ben jij zo lief dan? Ja, hé. Mijn kind, maar er is er nog eentje lief. En dat is onze Elwing, hè? Ja, ook die is lief. En ook zo mooi. Allebei mooie hondjes, allebei mooie koppies. Ja. Hoe ga jij Elwing pesten? Wou je naar buiten? Nou, dat mag. Doei. Ja, dat dus. Ja, dan gaat, wil ze er ook weer in, want Elwin komt niet. En uiteraard heb ik ook Karen aan de telefoon. Ja, ja, maar dat maakt ook allemaal niet uit. Lekker gezellig. En dat allemaal toch, ondanks dat ik momenteel beroerd en misselijk ben van de hoofdpijn en de rugpijn. Maar ja, we gaan gewoon door, toch Elwin? Ja nou? Niet naar buiten? Gaan jullie hier spelen? Ah, toe, 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 zeg. Mijn hemel. Hier een bijt. Ah, oh, gosje. Ah, oh. Af en toe dan denk je van, nou, ze zijn verliefd op elkaar, want dan gaan die pootjes om elkaar heen, hè? Vooral van de Rijka om die van, om Elwing de nek heen. Ja, nou, ja. Maar oké, okay, ik ga een bakje koffie maken. Heb ik wel weer verdiend, dacht ik zo. Ja, want mijn koppie is leeg. Ja, dus we gaan weer even nieuwe maken. En ik moet denk ik mijn rollator nog even opruimen. Want ja, het raakt hier vol. Nu, op deze manier. Het staat wel gezelliger, het is knusser op deze manier. Maar ja, ik moet nou toch echt verplicht mijn rollator in de gang gaan zetten. Maar dat komt wel. Dat moet ik ook allemaal nog doen. Ik moet de boel hier een beetje nog omspoelen en in elkaar zetten. Maar ik heb het bord vanavond nodig. Die daar staat, die blauwe. Ja, want ik heb zin in een wrap. Ja, dus maar nou is het koffietijd. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Doe het met een lach. Geniet van alles met wat jullie doen. En geniet ook zeker met ons mee.